Ja, goed, voor een stadsderby winnen is altijd lekker, hè? Ja, tuurlijk. Het ging goed. We staan nog bovenaan. Dus dat is leuk. En ja, 2-0 gewonnen, terecht. Jij speelde de eerste helft mee na lang blessureleed. Was het lekker om weer op het veld te staan? Ja, heerlijk. Daarvoor train je, hè, om wedstrijden te spelen. En, ja, het ging goed. 45 minuten. Ik heb geen last. Ik ben vrij, dus ja, ik ben wat tevreden. Hoe frustrerend waren de afgelopen weken voor jou? Want je kon ook niet mee naar het trainingskamp in Marbella. Ja, heel erg natuurlijk. Iedereen wil mee. Ik ook. En het is ook een rot moment natuurlijk. Hè. Laatste seconde van de wedstrijd tegen Zwolle. En dan scheur je die pace af. Ja. En dan heb je nog vakantie. Ja, dat is vreselijk, de vakantie ingaan. En ja, dan is het revalideren. En proberen zo snel mogelijk fit te worden. Ja, en, dan moet je toekijken. En zeker gisteren was dat geen pretje. Nou ja, heel zonde. Ik denk, als je had gewonnen, dan had je volgende week Ajax. Ja, dan had je echt mee kunnen doen. En nu wordt het lastig. En ja, heel zonde. Mee kunnen doen om de titel, bedoel je dan, denk ik? Ja, dat denk ik wel. Dan zou je gewoon bovenin meedoen, ja. Ja. Want nu is het voor de tweede plek strijden. Is dat het hoogst haalbare nu? Daar moet je wel naar kijken. Dat denk ik wel. En ja, ik denk dat iedereen nog wel ook met die titel bezig was, hè? Want het kon. En, maar nu speel je gelijk en dan loopt Ajax uit. Ja, heel zonde. Want ik denk dat iedere supporter van Feyenoord dat, ja, die wilde dat wel graag. Dus ja, zonde. Dan, wanneer ga jij weer aansluiten bij het eerste? Ja, ik ben al mee aan het trainen. Nu heb ik 45 minuten gespeeld. Dus ja, misschien volgende week dat ik erbij zit. Dat hoop ik. Maar we gaan het zien. Woensdag weer trainen en dan kijken we wel. Dan, Ronald Koeman heeft zijn vertrek aangekondigd. Die vertrekt na dit seizoen bij Feyenoord. Er wordt natuurlijk nu veel gespeculeerd over zijn opvolger. Is dat belangrijk voor jou in wat betreft jouw toekomst bij deze club? Ja, tuurlijk. Dat denk ik wel. Ik denk voor meerdere spelers en voor mij ook. Maar we gaan moeten eerst maar even kijken wie het wordt. En dan, ja, dan zien we het wel. Ja, een van de namen die veel genoemd wordt is Louis van Gaal. Ik denk dat jij het niet erg zou vinden als hij naar Feyenoord komt. Nou ja, ik ken hem nog van AZ natuurlijk. Maar ja, we moeten het eerst maar zien en dan gaan we er verder over praten. Zou hij bij Feyenoord passen, denk je? Ja, dat denk ik wel, ja. Wat heb jij met Van Gaal? Ja, veel. Ik ben gedebuteerd onder Van Gaal en hij heeft me de kans gegeven. En hij is ook aanwezig geweest bij mijn bronzen schoen. Dus